Waarom wij? Oh, Wauw. Gaan we naar de slagboom. Zijn we wel veilig in Loesje? Zullen we gaan? Lange Jan. Was jij dat? Oh, wie zit er op mijn nek? Oh. Zoals je moet zijn. Mooi. Ik heb hem niet. Ik zie mij er een feestje van. Ik kom een beetje mee. Luan, ben je gaan staan bovenop de tafel. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En wij zijn hier lekker in Bosrijk bij de Efteling. Want gisteren heeft Lucilla haar allereerste draaidag gehad van haar filmrol in de film Expeditie Vos. Die in december in de bioscopen te zien zal zijn. Nu hebben we weekend, dus draaien ze niet. En gaan we lekker spelen in de pretpark, denk ik. Nou, ondertussen zijn we lekker aan het eten. Hier het ontbijt. Goedemorgen, vader. En Luan die is volgens mij de huisdag aan het zoeken. Shem. Oh, maar we hebben ook Shem in de kast, liefie. Kijk, er is hier een hele grote pot. Even kijken. Hier hebben we chocopasta en een shemmetje. Heb je lekker geslapen, jongen? Ja. Ja? Ja, Luxie. Eet smakelijk, Luxie. Lekker bolletje. Ja? Eet smakelijk. Hoi. Cool! We zijn er op nummer 2! Oh, kijk Pipje liggen daar. Pipje. Oh, lekker Pip. Pip die denkt ook, ik neem het er even van. Oh, schatje. Lekker, hè? Hallo, ik ben Saar. En ik vind een film in de Efteling. Doei! Schatje. Kijk, en dit is ons mooie uitzicht naar het kasteeltje hiervoor. Nou, we zijn even lekker aan het chillen. In ons gezellige huisje. Ja, Luxie. Waarom al ingepakt, druifjes? We gaan wandelen naar het park, hè? Ja. Zo, we hebben ons lekker warm aangepakt. Want het is 2 graden ongeveer, dus het is wel een beetje frisjes. Maar we gaan vandaag lekker naar het pretpark toe. Want we gaan het pretpark opvouden maken. Yay! Kijk eens, sterke broer. Die duwt de 2 zusjes. Oh, het is bergaf. Oh nee, gaat het goed? Oh. Het ging goed. Dan gaan ze hoor, kwik, kwik en kwak. Het attractiepark in. Ik zie daar het kasteel van Klaas Vaak. Kijk, zie dat Luan, daar woont Klaas Vaak. Wij zijn als eerste hier in de rij aangekomen bij Droomvlucht. Luxie, Lucilla. Dan gaan we als eerste even in deze attractie, want hier gaat straks natuurlijk weer een hele grote rij staan. Maar nu, kijk, zijn we nog één van de eerste. En we zijn heel erg benieuwd wat Luxie ervan gaat vinden. Ze heeft het al een keertje eerder gezien, maar toen was ze zo klein dat ik niet denk dat ze dit nog weet. Maar het is een hele... Lucilla zegt, is het een attractie? Het is, of een, is het een achtbaan? Schatje, het is geen achtbaan. Het is een hele mooie droomvlucht. Beetje zoals Jokie Juk, maar dan elfjes en tovenaartjes. Met elfjes. Hele mooie elfjes en echt, moet je zo meteen maar zien. Het is echt heel erg leuk. Al die bloempjes, hè? Dit lijkt op voorjaar. Ja. Heel mooi. Kijk, daar is de troonkoning. We vliegen door de galaxy, zie je dat? Ja. Dit is de sterrenmelkweg. Wauw. Kijk, dat is een troonkoning. Ja. Waar heeft hij ook alweer? Kijk, en daar hebben we de gigantisch leuke foto. We hadden het niet door. Ja, we hadden niet door dat er een foto werd gemaakt. Maar kijk, daar hebben we hem. Wat Luxie daarvan? Vond je dat mooi? Elke keer was het donker en dan zag je allemaal elfen en trommel. Ja, echt superleuk. Wow. Volgens mij heeft Luxie er ook wel van genoten, schatje. Ja. Ze vond het in ieder geval niet eng. Dus dat vol grote oogjes te kijken. Nou, dan gaan we door naar het volgende. Waar zullen we nu heen gaan?
van de volgende droom? De volgende droom? En misschien het Sprookjesbos of het treintje vond Luan ook leuk. Die is hier ook nog in de buurt. Ja, oh ja, nou. Het trein als hij door het hele park gaat. Ja, het treintje door het hele park. We gaan eens even kijken. Het scheelt dat het nu nog niet super druk is. Er staat nu alweer een veel groter... Moet je kijken daar, wat voor rij er nu alweer staat. Ja, dat is wij waren echt een van de eerste bij de Droomvlucht. Nu staat er alweer een grote rij voor. Maar goed, wij gaan op naar de volgende attractie. Dank u. Nou, Lulz, wat zien jullie dan? Wat doet de machinist? Steen in de kuipje doen. Ja. Dat zijn kolen. Kolen op het vuur. En dan gaat die extra stoom. En daar weer de stoomtrein. Dan gaan we op je billen zitten, Zilla. Ja. Goede reis, dame. Hoor eens. Hij krijgt aan alle kanten, hè? Ja. Wat een stoom. Nou, naar de slagboom. Wie gaat er sturen, Lucilla? Sturen. Wie? Ja, Luxie toch? Luxie wil ook sturen. We hebben drie stuurtjes. Oké. Oh, pas op hoor. Zijn we wel veilig hier in de Efteling? Ja. Ja? We zijn in de auto. Hey, maar wisten jullie dat jullie echt moesten sturen? Ja. Als je niet stuurt, dan ga je zo het water in. Oké, 3, 2, 1. Ze staat er eentje in de fik. Er staat een auto in de fik. Iedereen heeft iemand pech. Kijk hier. Oh jee. Oh jee. Dag in het Luxie. Oh jee, wat je rode neusje. Schatje. Zijn we er bijna, jongens? Ja. Hebben we dit overleefd? Luxie, die moet er gewoon begraven. Hoe was het in de auto's? Ja. Nou, waar willen jullie nu in, kinderen? Ook nog wat gezien. Nou, gaan we eens even kijken of we daar nog in kunnen. Zo hard gaat hij. Gaat hij zo hard? Durf je daar wel in dan? Nou, Luan is even aan het kijken of hij daar wel in durft. Durf je daar wel in, jongeman? Ja. Ja? Gaan we erin? En jij ook? Moet je daar niet... Papa is heel snel duizelig. Nee. Of gaat het wel lukken? Heel veel gevaar. Ja. Heel snel, Luxie. Ja. Luxie hier op de armen, Luxie. Luxie. Gaat Luxie ook mee? Zo. Ja. Jullie gaan daarin, hè? Jo. Nou, gaan wij hierin, hè? Ja, dit is echt leuk. Jo, doeg. Goed vasthouden. Gaan we over de zee, hè? Luxie ook vasthouden. Ja, Luxie zit ook vast bij mama. Ja. Ja, fijne vlucht. Fijne vaart, jongen. Daar gaan we. Woehoe. Ja, dat hebben we nog. Het Sprookjesbos, dus dat is helemaal hier. Mama gaat altijd van Christengras. Hoe ga je best wel ver lopen naar het Sprookjesbos? Ja. Ik zie het. Nou, we zijn dus
bij die achtbaan. Ja, kijk, dat is die achtbaan. Even kijken welke. Die achtbaan, die zien we daar. Ja, dat is die. Want we zitten nu hier ergens. En we moeten helemaal naar het Pokécross. Dat is met die grote wiel. Hè? Dat is met die hele grote wiel. Zit ik verkeerd? Die achtbaan, ja? Die zit ergens daar. Dat is de verkeerde. Nee hoor. Kijk, maar daar zit geen wiel bij. Kijk, daar zie je Je hebt gelijk. Wiel. Dat is deze. Ja, dat is die. Nee. Oh ja, dit is dat wiel. Je hebt gelijk, jongen. Het is een hele expeditie hier, kinderen. We zijn nu hier. En dus we zijn zo gelopen. Waar is nu het sprookjesbos dan? We zijn hier. Kijk. Het sprookjesbos. Als je nou hier gaat, dan hebben we hierin. Ja? Dan zijn we hierin. En dan ben je er weer. Nou, oké. Okay. Dan zijn we daar bij het barretje. Ja? Gaan we hier zo naartoe, dus bij daar. Ja? Gaan we helemaal hier. Ja? Hier. Oh ja. Nou, papa die is ondertussen nog even een kippetje bestellen. Een kippetje? Een kibbelingetje bedoel ik. Een kippetje. Ja? Zo lang een goedje. Dan gaan we lekker puzzeltje hier, hè? Zo. We naar het sprookjesbos gaan. We moeten door de kasteel. Nou, we gaan nog even door. Dank je. Alsjeblieft, liefie. Wel blazen, hoor. Op zoek naar sprookjesbos. Wat hebben we hier? Het sprookjesbos. Gevonden. Kom, nu gaan we kijken waar de sprookjes zijn. Zo, nou zijn we aangekomen bij het kasteel van... Wie woont hier? Door een roosje. Ja, ja. Ik noem het door een roosje. Oh. Ik noem het assenpoester. Assenpoester? Of assenpoester? Nee, volgens mij was het door een roosje, schatje. Oh, zij denkt assenpoester. Oké. Okay. Nou, we gaan het zo zien. Dit is toch door een roosje, want ik zie allemaal roosjes. Zie je dat? Kom maar, Mickey. Hier ligt door een roosje te slapen. Een hele diepe slaap tot ze wakker gekust wordt door een prinsesjongen. Dit is, kun je zien? Ja, dit is het spinnenwiel, hè? Waar ze de vinger aan prikt in het sprookje. Zo, was aan het snurken. Kun je nog wel wat zien? Schatje. En wie zit daar te wachten op een bankje? Haar vader. Daar komen ze aan. Op naar het volgende sprookje. Ik zie al een paddenstoel in de verte. Zien jullie dat? Gaan we eens even kijken wat daar is. Oh, stikt hij de tong uit? Oh ja. Volgens mij zijn ze vissen aan het vangen. Kijk, lopen we hier doorheen? Wie woont hier? Oh, kijk, daar is de kabouter aan het schrijven. Zie je dat? Hij kijkt even. Hallo. Daar gaan we weer. Zeg maar dag, kaboutertje. Hey, kijk nou. Daar staan allemaal mensen. Buiten in de kou. Nou, mij niet gezien. Heeft hij tegen jou, Ezel? Oh, we gaan hier eens even kijken. Er zit ook een kabouter te vissen. Hier is Lange Jan. Mama, wat heeft hij op zijn neus? Ik denk dat hij sneeuwpegel op zijn neus heeft. Ja, heb je goed gezien, Sil? Wil je wat een oliebolle gijs gooien? Ik heb zo'n honger. Hij heeft zo'n honger, zegt hij. Ik heb zo'n honger. Je kunt er wel helemaal in kijken, zie je dat? We gaan er naartoe. Wie knabbelt aan het huisje, Lucilla? Was jij dat? Was jij dat? En wie is daar weer wakker? Lixie is weer wakker. Wil je graag een prins willen? Dan moet je eerst die kikker kussen. Dan wordt het misschien wel een prins, zie je dat? Kijk, we staan hier bij deze fontein met allemaal kikkers. Misschien worden dat wel prinsen. Hoe kan die parel dan in het water blijven? Door de zwaartekracht. Heel goed, papa. Ik zou wel weer een kikker kussen. We mogen zo ook nog naar de Efteling Radio toe. Over Luan Duimpje Omhoog liedje. En ook zo over ons zippenwoord. En over natuurlijk de nieuwe film die we hier aan het opnemen zijn. Ja, dat gaan we straks ook nog doen. Dus eerst gaan we even lekker warmen in ons huisje. En dan gaan we straks op naar de Efteling Radio, hè? Oh, wie zit er op mijn nek? Dat is zo lang in de zilla. Oh, lange zaag. Nou, terug naar ons boswanghuisje. Jan, de lange nek. Ja, nou ben je zo'n lange Jan. Nou, we wandelen terug naar ons huisje. Met een wagentje vol. Zijn we weer thuis? Oeh, daar is ons huisje. We hebben hier heerlijk geknuffeld met de hondjes in het huisje. En Woezeltje ligt hier lekker te snoezen. Ja, wat is het, schatje? Heel goed geworden. Oh,
Oh nee, heb je de verkeerde jas aan. We hebben inmiddels de jassen weer aan. En we gaan nu zo weer lekker naar de Efteling. Ja, niet naar de Efteling toe, maar naar de Efteling Radio. Want daar worden we verwacht voor volgens mij gewoon een leuk uitzieningsgesprekje. Wij zijn aangekomen bij de ingang van de Efteling. En hier moet ergens het radiostation zijn. We zijn er al een keer eerder geweest. Dat is 2 jaar geleden, denk ik. Ja. Was voor, toen hadden we ook ons eerste liedje Volg Je Hart was toen uit. En Droomboom. En Droomboom met de kerst was dat toen. Ja. Dus we weten al een klein beetje hoe het gaat. Alleen Luxie was toen nog wel heel erg klein. Dus ik denk dat Luxie het niet meer weet. Ik weet het ook niet. Maar ze kan het altijd terugzien in de vlogjes. Nee, mag nu ook mompelen in de microfoon. Je mag ook praten hoor. En Luxie mag ook wel wat zeggen hoor, als ze dat wil. Ja, hier moeten we zijn. We zijn nu helemaal in de top van de Efteling ingang. Zie je dat? Mooi ziet dat eruit, hè? En dan de radio is hier. Hier is de ingang van de Efteling Radio. De Kids Radio, ja? Gaat het lampje weer branden, Lucilla? Ja. Jawel, hè? Ze weet het wel weer. Nou, weer gezellig. In de Efteling Kids Radio Studio met Marjolein, hè? We waren hier ook de eerste keer met jou toen, hè? Ja, gezellig. Dat vindt wel interessant allemaal, hè? Mooi, ik heb helemaal niet gezegd dat jullie kwamen. Ik heb alleen gezegd dat er komt een popster, een actrice en YouTubers. Ja. Oh! Hey, Lexie, is dat een grote microfoon? Volgens mij vindt ze dit wel interessant. Ah, dat tongetje. Je hebt muziek ook op je oren en dat is ook leuk. Ah, dat hoort ze. Ja, volgens mij is Lucille ook aan het zingen. Nou Lu, daar zijn we dan weer, hè? Ik hoor je. Ja, oh, hij hoort me niet. Leuk, hè, dat we er weer zijn. Ja. Het kapje, waar ga je heen? Super tof dat je erbij bent. Het is de weekendshow, het is 4 uur geweest. En tot 6 uur hoor je me live op de radio met toffe liedjes. Heb je een verzoekje, stuur het in. Maar ik heb ook toffe gasten. En ik zei het al, een actrice. Een popster. En je kent ze ook nog eens allemaal van YouTube. Want... roep even hoe je heet. Zeg even hoe je heet. Lucilla. Luan. Luxie. En Luxie. En waar kennen we die van? Want hoe kennen we jullie? Van de Bennekaas. Ja, de Bennekaas. Super cool. En jullie zijn in het park, dat heeft een reden. Daar ga ik straks met Lucilla over praten. Waarom jullie hier in de Efteling zijn. Maar jullie hebben vandaag een dagje vrij en morgen ook. Dus zijn jullie het park al in geweest? Ja, vandaag ook, hè, Lucilla? Ja. En wat hebben jullie gedaan dan? In attracties, in Droomvlucht, noem maar op. Ja, we hebben bijna alle attracties gedaan. Echt waar? En ja. Luan, wat vind je dan het allermooiste? Droomvlucht. Dat vind ik echt wel een mooie. Ja, ik vind het ook echt een Droomvlucht. Ja, en ben jij dan ook wel een beetje van de elfjes, Lucilla? Ja. Ja, hè? Heb je de eenhoorn ook gezien? Ja. Ja, die zijn ook mooi. Het gaat mega goed met de blog, volgens mij. Of met de blog? Ja. We hebben er elke dag veel plezier met ons 5. En de hondjes natuurlijk. Hè. Ja, en Sammy. En Sammy. Ja, Sammy. Oh, ja, Sammy. Wie? Ook wacht even. Woezel en Pip zijn de hondjes, maar wie is Sammy? Nou, eigenlijk heb die hamster gekregen van mijn verjaardag toen ik 7 werd. En ik ben nu 7 jaar. Ja. En toen wou ik zo graag... een lief hamster, want die zijn zo schattig en zo cute. Nou, ik dacht, ik wil een hamster voor mijn verjaardag. Nou, toen hadden we dat papa en mama maar geregeld. En ja, ik heb nu een hamster en die heet Sammy. Het is een jongetje en hij is heel erg schattig. Ja, is hij net zo lief als dat jij dacht dat hij zou zijn? Ja. Goed, en die is nu mee in zijn vakantiekooi, hè? Ja. Ja. We gaan zo dadelijk lekker kletsen over wat jullie allemaal aan het doen zijn de afgelopen tijd. Mm-hmm. Want het is een tijdje geleden dat ik jullie heb gezien en er is heel veel gebeurd. Yeah. En ik heb jullie gevraagd, ga even nadenken wat je hele leuke muziek vindt. Toen noemde je al een paar artiesten, Luan, en daar zat Force bij, toch? Ja. Nou, dat komt goed uit, want Timmy uit Leiderdorp, die zit te luisteren en die wil heel graag lopen op de maanhoren van Force. Zullen we die dan opzetten? Cool. Ja. Oké, Timmy, ook voor jou. Hier is Force en lopen op de maan. Vind je dat een mooie muziek, Luxie? Is nou Force aan het luisteren? Volgens mij bevalt dat wel. Ga je meezingen? Een kusje. Oh ja, dat is een kusje op de microfoon. Het werd uit de wereld, het regent om station. Welk liedje is dit? Het dan met de zanger. Boy, zoals een baby.
Adam Sandler van Oh My. Nou, wie was dat? Welk liedje is Lucilla aan het zingen, Luan? Oh, Luan hoort mij niet. Sidderwam, boy. Dan is dit is mijn oma. Super schattig. Ze kan mooi zingen. Ze kan mooi zingen. Met de koptelefoon klinkt op, heel hè? Mooi, net zoals papa. Ja. Klinkt heel mooi. Dit is namelijk de microfoon waar Lucilla achter zit. Hallo Lucilla. Hallo. Hoe is het met jou? Goed. Ja? Ja. Heb je een leuke dag vandaag? Ja. Zeg, heb jij eigenlijk gewoon een leuke week? Ja, dat wel zelfs. Ja? Ja. Want er is iets heel bijzonders aan de hand, toch? Ja. Wat is er aan de hand? Nou, ik kan hier een filmrolletje maken. En ik heet in een filmrolletje Sager. Jij speelt in een film? Ja. Ja. Lucilla, hoe oud ben jij? 5. Je bent 5 jaar en je speelt in een film. Ja, net 5 geworden. Hoe komt het dat jij in een film speelt? Ik ben heel veel ouder en ik speel nog steeds niet in een film. Hoe moet dat? Daar weet ze geen antwoord op. Volgens mij hadden ze jou gezien en hadden ze gezegd, maar die is wel leuk voor dat rolletje. Toch? Ja. En het is ook niet zomaar even een klein rolletje dat je voorbij loopt, want dat heb je ook wel eens, hè, in films. Dan hoeven mensen alleen maar even voorbij te lopen. Maar jij speelt een van de hoofdrollen, toch? Ja. Want je bent Saag. Mama. En Saag is het zusje van, hoe heet jouw broer in de film? Teun. En Teun is volgens mij 11 jaar in de film. En Teun gaat samen met jou en met de filmpapa en filmmama gaan jullie met de familie op vakantie. En dan hoort Teun over een magisch boek, toch? Ja. En die moet hij gaan zoeken. Ja. De film heet Expeditie Vos. Die zijn ze nu aan het opnemen in de Efteling. Heb je al moeten acteren? Ja. Ja, en wat moet je dan doen? Dat weet ik echt niet meer. Van alle bolle gijs, weet je nog wat je gedaan? Ja, bolle gijs. Wat had je bij alle bolle gijs gedaan? En toen... Je moest iets in de prullenbak gooien, hè? Een heel belangrijk iets. Ja, in de prullenbak gooien en dat was een plaatje. En dan mocht ik... En dan mochten de twee moeders gewoon... niet doen, gewoon dat. Oh, dat. Ja. Bij film doen ze altijd, weet je, normaal als wij natuurlijk over straat lopen, doen we iets één keer. Maar bij de film willen ze dan per se dat het er helemaal goed op staat. En dan moet je wel eens dingen 2 of 3 keer doen, toch? Ja, dat wel, ja. Vond je dat niet heel raar? Ja, ik vond het wel heel raar, maar ik wist niet met dat wij zijn. Ja, wij doen het maar 1 keer en dan is het wel op dit erding. Ja, en nou moest het meer keren, hè? Ja. Ja, maar is ook wel weer leuk, toch? Ja. En lukt jou dat dan ook goed? Ja. Goed zo. En wat vind je tot nu toe het allerleukste aan het acteren? Aan het acteren? Eigenlijk wil ik wel alles leuk aan acteren. Dus dat wil je wel vaker gaan doen? Ja. Oké. Maar ja, goed. Nu zijn we deze film aan het maken en die moet eerst af natuurlijk. Ja. En dan moet je nog wachten tot het einde van het jaar. En dan kunnen wij de film gaan kijken. Ja. Kun jij zoveel geduld hebben? Ja. Oké. Want dat is natuurlijk wel, hè. Dat is lang wachten. En dat is wel spannend. En dan vraag ik altijd aan als er straks die première is, Lucilla. Ja. Ja, dan moet je natuurlijk wel echt een supermooie jurk aan, want het is je eigen première. Ja, dat wel. Ja, weet je nu al een beetje wat voor soort jurk je dan aan gaat trekken? Eigenlijk denk ik wel een blauwe jurkje, maar die heb ik niet. Oké, dus papa en mama, er moet nog even geshopt worden. Een blauwe jurk komen. Maar we wachten nog even met kopen, hè, want het gaat groeien natuurlijk in de tussentijd. En Ja, afgesproken? Ja. Goed, nou, we zijn heel erg benieuwd. Expeditie Vos, dat is een nieuwe film, die wordt nu opgenomen hier in de Efteling. En die is vanaf het najaar te zien. En er zitten bekende acteurs in. Anna Drijver zit erin, Peter Faber zit erin, Edo Brunner. Dus dat wordt echt supercool. En Lucilla Bellinga. Ja, supercool. Hey, we gaan luisteren naar een liedje wat jij heel leuk vindt. Welke meidengroep vind jij heel leuk? K3. Ja, en hoe heet het nieuwe liedje van K3? Jij bent mooi. Oh, goed gedaan! Je bent zo goed gedaan! Echt leuk, liefie. Ga even kijken of ik van mijn winnaar heb. Nou, dat is wel heel leuk. Ga muziek. De K3 vriendin. Jij bent mooi. Moet je van binnen en van buiten. Nou, gezellig feestje hier, Romeinlijn. Hey, hey.
toch? Wat is dat, Luxie? Oh, wat is dat? Ze is in mijn gedachten, ik denk steeds weer aan jouw lach. Ik heb mijn boys al lang gebeld en alles over jou verteld. We gaan vanavond weer op stap. Dat is zeker dat ik dans met jou. Every day is net wow en wow. Je laat me zweven als een astronaut. The dancers song together is only better, better. Weet ik zeker dat ik dans met jou. Ik zie maakt er een feestje van, hè? Als een astronaut. Dit zal ik zien. Dat ik dans met jou. The statues song together is solely very better. Dans met jou. Ja, dit was. Wie was dit ook alweer, Luan? Dit was Mathieu. En van wie kreeg Mathieu hulp? Een dans met jou. Ja, maar hij kreeg hulp van jou, toch? Ja. Jij zong een beetje mee. Ja, precies. Ja, okay. Luister, we hebben de filmster van de familie hebben we al gesproken. Ja. Maar jij bent een beetje de popster, toch? Ja, ja, dat wil je. Ja. Ik heb het eigenlijk gedaan omdat ik ook al een keer andere clips heb gezien. Die, ik dacht, dat is echt zo leuk. Dus dan ben ik echt aan papmama gaan praten. Of ik ook een keer zo'n clip mocht. Dus ik heb nu 2 clips. Duimpjes omhoog en die andere. Maar we zijn ook bezig met het 3e liedje. Dus er komt ook iets nieuws aan. Ja, maar ik ga nog niks verder verklappen. Nee, dat is geheim altijd. Nee, ja. Wat gebeurde er in de kids? Oh, ja, ik begrijp het. Nou, ik stond eerst echt op nummer 1 bij de kids op 20 duimpjes omhoog. En ik dacht, wat? Dit was zo cool. En ik denk dat we 2 dagen... 4 weken. In 4 weken dat ik toen op nummer 2 stond. Nummer 1? Nummer 1. En toen over 4 weken weer. Toen stond ik elke keer op nummer 2. Dus eigenlijk... En waarom stond je op nummer 2? Nou, eigenlijk komt elke keer weer een andere op nummer 1. Nu staat Force op nummer 1. Maar ja, ik vind het ook wel echt heel erg trots. Want Bibi bijvoorbeeld staat op 5. Anderen staan op 15 of wat dan ook op 20. Maar ik sta gewoon... Ja... Naast nummer 1. Dus dat lijkt me wel echt heel erg cool om dan gewoon op nummer 2 te staan. Je doet het niet voor de money, hè? Nee. Zeg je Luan, weg, nummer 3 komt eraan. Ja. Het liedje. Je mag niet zeggen hoe het heet. Nee. Je mag ook niet zeggen hoe en wat. Nee. Weten we al een klein beetje wanneer het liedje gaat komen? Ergens in maart. Ergens in maart of zo? Daar doe ik het voor. Voor de volgende meeting. Eerst goed oefenen, hè? De teksten oefenen. Ja, maar ik moet nog wel heel veel oefenen voordat ik het echt ga inzingen. Oké. Ja. Ja, maar ik weet al de tekst wel een beetje. Misschien kan je ook nog verklappen een klein beetje waar het over gaat. Waar gaat het over? Het gaat over een... Ja? Ja. Cowboy. Een cowboy? Ja. Oh, daar hou ik van. Dat vind ik leuk. Ja? Ja, ja? Ik ben heel erg benieuwd. Zeg maar, ja, ik moet natuurlijk gewoon een beetje geduld hebben. Ja. Ja. Zullen we dan maar gewoon naar jouw eerste liedje gaan luisteren? Ja. Ik weet dat jij DJ'en ook heel leuk vindt. Dus ga jij hem dan even aankomen voor mij? Hier komt Luan Benega met duimpjes omhoog. Daar komt ie. Goed man, heb je goed gedaan, hè? Super leuk, ja! Heel lekker maar. Hoe vaak zeg je dit op een dag? Ah, dagelijks, vaak weer, ja. Elke mama die denkt nou, oh ja. Die herkent al, denk ik, ja. Hey, ik ga jullie alvast wel bedanken dat jullie hier zijn vandaag. Dit is super leuk. Ja, nou, dankjewel dat we mochten komen. Maar we gaan nog even ook met iedereen erbij kletsen. Ja, gezellig. Luxie, die staat hier bovenop. Hallo, Luxie. Die staat bovenop de tafel. Oh. Ja. En Lucilla, die komt bij mij. Ja. Kun je erbij of niet? Een hele grote. De microfoon is een beetje... Je kunt er wel bij, toch? Ja. Hallo. Wacht, ik ga dit anders doen. Lucilla, die staat nou namelijk bij mij. Als je heel voorzichtig doet en dan niet...
aan de knopjes. Tegen de knopjes aankomen. Zo, huppa, we gaan duo-presentatie doen. Gezellig, Sil. Yeah. Zie je mama aan de overkant? Net zie je het lampje bij mama's microfoon. Nou, is het uit, dan kan mama niks meer zeggen. Oh, hallo? Goed, hè? Hallo? Ja. Hallo, hallo, hallo. Ben ik weer? Oh ja, ik ben weer. Hey, maar ik wil nog even met jullie praten. Want we hebben het nou gehad over wat de kinderen allemaal doen. Maar daar is het niet mee begonnen. Het is begonnen met het vloggen van jullie. Ja. En inmiddels... Inmiddels, 7 jaar geleden gewoon is weer. Is het geen grapje meer? Nee. Ja. Het is echt heel groot. Ja. Nou, het is nooit echt een grapje geweest. Maar... Nee, maar ik bedoel meer van... Je begint natuurlijk om te vloggen. Denk ik leuk om iets te vertellen. Ja. Maar hoeveel mensen... Ja, hoeveel... Want ik heb natuurlijk stiekem gekeken. Maar hoeveel abonnees hebben jullie nu? Nou, als ik heel eerlijk ben, we kijken niet iedere dag naar de abonnees, maar... Ja, we gaan richting de... Ja, bijna... 450, ja, richting de 500.000, ik weet het niet. Ja, het is bizar. Bijna half miljoen. En jullie beste vlogs, die zijn volgens mij 3 miljoen keer bekeken. Ja, zoiets dat kan. Ja, nou, dat is echt, dat is onvoorstelbaar. Dat zijn jullie aan het doen. Iedere dag om 6 uur. Ja, al meer dan 4 jaar. Komt er een vlog online? Ja, staat er dus echt. Dus we vloggen al, we hebben in ieder geval een YouTube-kanaal wel 7 jaar. Maar we vloggen iedere dag 4 jaar achter elkaar. Dus we hebben nog nooit in al die 4 jaar een dag overgeslagen, zeg maar. Dus iedere dag om 6 uur? Ja, maar wij staan niet om 6 uur op om de vlog online te zetten. Dat denken mensen wel eens. Ja. Maar wij plannen ze in natuurlijk. Als wij werken in de avond als de kids op bed liggen. En dan ga ik de video editen. En dan Daniel die gaat hem dan inplannen. En ik kan hem leuk op YouTube inplannen met een klokje. Dat hij in de ochtend om 6 uur dan. En dan anderhalve week later online komt. Ja. Dus dat plannen we in de avond in. Nou, en dat heeft in jullie, nou ja, zoals ze dat zo mooi noemen, geen windeieren gelekt. Dus dit blijf je gewoon lekker doen, want dit vind je gezellig. Heb je ook aangekondigd van we gaan sowieso volgend jaar gewoon door. Ja, absoluut. Ja. Wat staat er dan op de planning? Want mensen willen jullie ontmoeten, willen bij jullie komen. Ja, wat staat eigenlijk, hebben we, onze planning is eigenlijk gewoon, ja, wat we eigenlijk altijd hebben. De leuke dingen meemaken. Ons dagelijks gezinsleven leven. Ja. En heel anders als vorig jaar, maar we hebben natuurlijk wel de leuke meet and greets natuurlijk die weer op de planning staan. We hebben, mag ik dat zeggen? April? Mag dat Daan? Ik kijk even Daan aan. Ja, april komt er weer iets heel speciaals. Mag ik, 12? 12 april, zet hem in je agenda. 12 april. Dan gaan we weer een meet and greet houden, ergens in het land, mogen we dat ook wel zeggen? Ik kijk Daan iedere keer even aan. Nee, we mogen het nog niet elkaar zeggen, maar we nemen onze Bellinga woonkamerstand weer mee. We geven daar een Q&A. Luan gaat zijn liedje op het podium zingen. Misschien dat wordt spannend. Ja, dat wordt spannend. 12 april even. Een ander liedje ook, ja. Nou, super tof. Lucilla, wat ga jij nog doen? Nog een films acteren? Ja. Ja? Ja, en natuurlijk de Zapp Awards, hè. Zijn voor 3 nominaties. Ja, dat is ook zoiets, ja. Ja, voor 3 categorieën. De YouTuber, voor de Instagrammer en Luan met zijn liedje natuurlijk. Ja. Dus als je nog wilt stemmen op ons, zal heel erg lief zijn op zappawards.nl. Dan kun je je stem uitbrengen. Mocht ik eventjes nog een beetje gebruik van maken. Maar, ja, natuurlijk. Super leuk. Dus dat is ook, daar kunnen jullie ook allemaal terugvinden. Nou, we gaan lekker weer alles bijhouden. Ja, leuk. En Luan? Ja. Je houdt ons op de hoogte, hè, van je liedje. Ja, ik hou op mijn hoogte. En dan gaan wij volgend jaar in de bioscoop naar Saar kijken. Ja. Ja, Saar. Ja, ja. Nu zijn Saar. Ja, het gaat met Saar, ja. Waar Saar noemen. Ja. Zeg het dankjewel, Marjolein. Doei. Dat op visite mocht er komen in je mooie studio. Luan, heb jij ook een handje? Handje of knuf? Knuf. Dankjewel, hè. Jongensmoeder, hè. Wij gaan weer weg, hè. Marjolein heeft nog een kleinigheidje. Voor de papa en de mama. Oh, kunnen ze een matching sock. Dankjewel. Ja, heel leuk. Dankjewel, hè. En de kinderen, wat hebben jullie gekregen? Oh, wauw, een goodie bag. Lucilla, wat zeggen jullie dan? Dankjewel. Tot de volgende keer, lieve Marjolein. Doei. We hebben weer lekkere spaghetti soep gemaakt. En we gaan weer lekker eten. En hopelijk vonden jullie het ook weer leuk om bij deze superleuke nieuwe dag te zijn. Lekker in het pretpark gespeeld en bij de Kids Radio geweest. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Want dan ben ik naar huis. Tot morgen. Mama. Ja, wil je een lepel? Balletje? Ik wil bolletje. Wil jij een balletje? Voeg je hart, boom boom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boom boom mee.